Goedemorgen iedereen, welkom bij weer een nieuwe video en vandaag gaan we dus verder met onze missies. Welke missie ga ik nu verder doen? Dat is die van de Gouden Heuvelvallei, de Dark Rider, het paard van Justin de Heks. Dus ik heb gisteren, als het goed is, Linda in de bibliotheek achtergelaten en ze gingen de geschiedenisboeken kijken. En dus dat gaan we eerst doen. Hebben jullie er al zin in? Geef dan alvast een duimpje omhoog. En kom, laten we samen dat hier een keer oplossen. Ga van je paard. Ga van uw paard. X, 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 help me. Ai, ai, ai. En nu? Oké, dan. Als je je afvraagt waarom rijden, waarom zegde niks, waarom doen ze dat? Er is hier iemand. Er was iemand dwaas aan het parkeren, denk ik, dat ik dan tegen mijn auto ging rijden. Oké. Zwart. Dit volledig te rijden. Sasha meid, ga ik er niet voor mij staan. Nee. Goed, oké. Help me met het lezen van deze boeken. Ik denk dat er een aantal belangrijke dingen in staan. Lees de boeken en kijk of je kunt vinden waar we naar zoeken. Oké. We gaan eens even lezen. Als ik een keer erin slaag om deftig te... Oh my god, uit Nick Stonebrown's reisdagboek 89, editie 12. Ik was enorm onder de indruk van het reusachtige standbeeld wat er stond. Het fort werd bewaakt door het enorme standbeeld van gouverneur Gareth. Met alleen een kanonskogel en een scheepshaak bewaakte hij Jorvik tegen piraten. Zonder hem zou Jorvik verloren zijn gegaan. Daarom staat zijn standbeeld hier. De plek voor het fort was een natuurlijke keuze toen John Jarl in 1218 op zijn land kwam en daar zijn fort bouwde. Gouverneur Garrett moderniseerde het fort in 1600 met de beste bouwtechnieken die er waren. Garrett was trots op het feit dat zijn voorouders samen met Columbus hadden gereisd in 1492. Dyslexie. Tijdens zijn transatlantische reis. Daarom vernoemde hij het fort naar het zusterschip van de Santa Maria. Tijdens de renovatie van het fort kwam Garrett interessante muurschilderingen tegen. Er wordt gezegd dat Garrett vanuit zijn graf waakt over zijn eigen muurschildering. Deze tekeningen hebben iets te maken met de zon. Als ik meer tijd heb, ga ik deze tekeningen verder onderzoeken. Maar vandaag ga ik een spannende kerkruïne bezoeken. En nu? Stop met lezen. Oké. Kan ik iets doen? Nee. Kan geen blaadje. Oké. Kan ik nog iets? Ah, daar. Boek. Het jaar des Heren 1218 oktober. Het was een mistige koude winterdag. De schepen van John Charles verkeerden al weken in nood. Er was te weinig eten en drinken aan boord en de winkels was haast geen eten meer te verkrijgen. De bemanning leed al weken honger, maar dat lieten ze niet merken. John was ervan overtuigd dat hij een land zou ontdekken in de Grote Oceaan. Hij had een visioen gehad waarin hij een groot land zag. Ja, moest eerst dat gaan lezen hebben. Naarmate de tijd verstreek, kreeg hij steeds vaker visioenen. Was hij gek geworden of zou hij kunnen bewijzen dat hij echt gelijk had? Zijn bemanning stond achter hem en volgde hem overal. Tegelijkertijd wilden de bemanningsleden het liefst overboord springen om een eind te maken aan hun verschrikkelijke honger. Maar toen de mist optrok, verscheen er een gigantisch gebergte boven het water. Land in zicht, we hebben het gevonden. Het bleek dat John gelijk had, alweer. Het eerste schip heeft de Tower Cliffs, zoals het rotsachtige landschap later zou gaan heten, nooit bereikt. Het rotsachtige gedeelte maakte de bodem van het schip kapot en alle bemanningsleden gingen verloren. Toen John en zijn bemanning dit zagen, besloten ze verder door te varen en kwamen ze ten zuiden van de Tower Cliffs aan land. John zette voet aan wal en klom 50 meter naar boven op het klif. Dat zou later het eerste fort worden. Vanaf de klif schreeuwde John in de donkere nacht: "Ik ben John Jarl, de zoon van Jor. Vanaf nu is het mijn land en het zal Jorvik worden genoemd. Ik zal het verdedigen met mijn leven zolang ik leef en met mijn ziel
als ik dood ben. Er klonk gedonder uit de bergen. Het was een grote kudde paarden die aankwam rennen. Ze waren bang voor zijn geschreeuw. John en zijn bemanning waren verbaasd. Dit land was nog rijker dan ze hadden verwacht. Dus dit is het eerste wat ik moest gelezen hebben. Het tweede is hetgeen dat ik daarnet gelezen heb. En nu het derde. Oké. John Zhao werd op een sombere herfstdag in 1263 begraven. De afgelopen 45 jaar is hij heerser geweest van op het eiland Jorvik en sinds zijn komst in 1218 is hij er nooit meer vertrokken. John heeft hard gevochten voor zijn eiland en hij stond bekend als een rechtvaardige heerser. Hij probeerde alle kleine koninkrijken die op het eiland ontstonden met elkaar te verenigen. Iedereen die tegenover John stond, werd geconfronteerd met een vijandige strijder. Nou ja, iedereen kent zijn verhaal en zijn heldendaden uit de geschiedenisboeken. Er waren veel mensen op de begrafenis van John. Bijna iedere stam van Jorvik was gekomen. Bijzondere gasten die uit Silver Clan, John's nakomelingen die nog steeds in het huis in Silverglade woonden. Zelfs de lokale druïden hadden een goede relatie met John Zhao. Zij waren er ook. De begrafenis duurde 3 dagen achter elkaar. Daarna volgde nog een maand van officiële rouw en vrede op Jorvik. De begrafenis was in een tombe, vlakbij de torenklippen, waar een van zijn eerste schepen was gezonken toen hij Jorvik ontdekte. Vanaf die plek kon John eeuwig waken over zijn machtige kasteel in het zuiden van Jorvik. De grote grafkelder bestond uit een aantal kamers die afgesloten werden door een magische steen en die alleen geopend kunnen worden door een magische sleutel. Een zonnesleutel, een maansleutel, een lichtsleutel en een sterrensleutel. Deze magische sleutels zijn vergeten naarmate de tijd verstreek. Alright, zonnesleutel, maansleutel, lichtsleutel, sterrensleutel. Oké, Linda, jij mij wel heel doen lezen, jong. Oké, ik snap het niet. Als jij denkt te weten waar we naar op zoek zijn, gaan we kijken of we het kunnen vinden. De zonnesleutel, ik heb hem. De zonnesleutel in Fort Pinta. Oké. Fort Pinta, dat gaat daar in die dingen zijn of wat? Oké. Eens even checken. Kom, pony, paard, peert. Maar ik ben zo'n klein peert dat ik hier een pony noem. Oké, die missie staat nu wel laatst, maar ik ga ze toch als eerste doen. Fort Pinta, wat gaan we ermee doen? We gaan dinges, de paardentaxi nemen. Fort Pinta. Maar ze weten niet waar in Fort Pinta. Het is ook niet echt aangeduid of wat. Moet zelf gaan zoeken. En de zonnesleutel zou ergens in Fort Pinta zijn. Ah, toch? Toch zo. Ah, ik rijd er naartoe. Oké, dan. Dus niet bij James. Bij wie moet ik dan zijn? Oh, bij zijn standbeeld. Bij zijn standbeeld. Oké, tuurlijk. Oké. Juist bij dat standbeeld. De John Zhao zelf. Oké. Oh, dat valt open. Je drukt hard op het naamplaatje en met een klik wordt een geheim compartiment geopend, waar iets in ligt. Neem het voorwerp mee uit een geheime compartiment en kijk of je hiermee de deur van de tombe van Jarl kunt openen. Oké. Ik ken hier al iets. Ik heb de zonnesleutel. Oeh.
Ja, dat ik al deze morgen missies gedaan heb op het andere account van Madison. Madison doet niet graag missies. Nee. Dus die gaat ook totaal niet vooruit. Dus ik heb wel missies gedaan. Niet dat ik dat zo graag doe, maar... En het gaat anders niet vooruit. Oké, gewoon spannend hoor. Oké, nog een paardje niet meenemen, dus we gaan even afstappen. Oké. Hallo. Ja. Het is echt zo Indiana Jones-achtig. Kennen jullie Indiana Jones films? Nee, zo avonturenfilms. Ik heb toch al één deel geopend. Oké. Oké, ik ga erin. Weer lekker spannend hier, jongens toch. Oké. En daar moet de maansleutel in. Alright. Ik vind dat wel leuk. Licht. Licht. Ik heb het licht gevonden. Er verschijnt een blauw licht in de mysterieuze bron van de grafkelder. Het voelt alsof iets of iemand in de grafkelder is. Oké, ik ben John Jarl, zoon van Jor, voor altijd de bewaarder van Jorvik en haar beschermers vanuit het graf. Wie is het die de deur naar mijn laatste rustplaats probeert te openen? Vertel John Jarl wie je bent. Olympia, ik heb nog nooit van jou gehoord. Misschien vele jaren geleden, voordat mijn eeuwige rust begon. Ik wil je helpen, maar je moet me eerst overtuigen. Vertel eens wie je werkelijk bent en waar je voor staat. Dus je wilt het fragment van Eidin's licht. Light. Ik kan het je alleen geven als je me kunt overtuigen dat je een waardig persoon bent en je hart op de juiste plek zit. Als ik je antwoorden goed vind, geef ik je het echte fragment van Eidin's licht. Oké. Wie of wat vertegenwoordig je? Ik vertegenwoordig niemand bij mezelf. Nee. De beschermers van Eidin hadden een leider waarvan ik denk dat hij nog steeds voor problemen zorgt. Wie is het? Wie is het? Frit. Oké. Als ik je geef waar je voor komt, dan handel je in principe uit mijn naam. Daarom wil ik zeker weten dat je weet wie ik ben. In welk jaar kwam ik op Jorvik? 1218. Jor. Is het mijn grootste wens om Jorvik en Eidin te beschermen en te dienen? Ja. Wil je er alles aan doen om de bewakers van Eidin te dienen? Ja. Ik heb het gekregen. Eervolle Olympia, ik weet nu dat je een trouwe supporter bent van de beschermers van Eidin. Geef je het fragment als je belooft dat je handelt uit naam van de druïden. Onthoud goed dat het fragment nog niet is geactiveerd, maar de druïden weten hoe dat moet. Sinds mijn dood 800 jaar geleden ben ik nog niet ontwaakt uit mijn eeuwige rust. Ik voel dat ik niet zal meedoen aan de strijd om Jorvik te beschermen op de gevaarlijke dag. Eidin heeft me nog niet geroepen. Tot ziens Olympia, ik ga terug naar mijn rustplaats tot ik geroepen word. Doe Frip de groeten van mij. Ga met het fragment naar Elisabeth toe. Vertel haar wat er is gebeurd en hoe je het fragment kunt activeren. Alright. Ja. Oké. Okay. Ja. Spannend. Elisabeth, ik ga wel een trailer nemen. Ze. Dat is weer naar een veeldeel dat ik moet. Hi Poppy. Ga je dan verder trainen, hé vriend? Ik zou altijd mijn hoofdje zo erg naar beneden... Hij aan het slapen? Ah, ik dacht hij aan het slapen was. Kom vriend, actie! Goed.
veel zeer. Oké. Okay. Elisabeth, kom aan, waarom ruik ik altijd maar weer tegen dingen? Nou, meer dat het in de video is. Anders overkomt mij ook zo. Oké. Elisabeth, wat een avontuur heb je beleefd. Je hebt met de geest van John Jarl gesproken en je hebt het fragment gekregen. Ik heb de verhalen gehoord, maar nooit gedacht dat ze echt waren. Stel je voor dat John Jarl onze beschermer blijft, zelfs na zijn dood. Goed om te weten als het er op een bepaald moment echt dingen fout gaan. Ja, dat zal zo zijn. Ja. Maar nu moeten we uitzoeken hoe we het fragment kunnen activeren en hoe we het kunnen gebruiken. Ik denk dat je het fragment kunt laden en activeren. Je hebt bewezen dat je speciale vaardigheden hebt. Leen mijn runestaf. Rijd naar de runestenen in de heuvels bij mijn huis en plaats het fragment voor de zonnesteen. Laad en activeer daarna de steen met de staaf. Kom naar mij toe als je klaar bent. Ik weet zeker dat het werkt. Het licht van John Jarl zal ervoor zorgen dat het fragment de eigenschappen krijgt die we nodig hebben. Oké. Okay. Here goes nothing. Ik vind dat wel een spannende missie, dit. Ja. Oké. Okay. Maar wat doe ik nu? Ik ging naar Dino Vallei. Daar ga ik het niet kunnen activeren, dat boeltje. Eerst, hè. Dat is beter. Goed, de zonnesteen. Waar is de zonnesteen? Hier. Goed, ik ga weer moeten... Mijn wijze, wat ik dat eerst doen. Oké. En nu activeren. Oké. Dat zou moeten gelukt zijn. Sterren, ster, maan, licht. Ja. Ik ga ze daar alle vier gaan moeten activeren, normaal gezien. Oké, Elisabeth, ik denk dat dat gelukt is. En nu? Je ziet het Olympia, de mysterieuze krachten van Aideen's Light stromen jouw kant op. Het fragment lijkt opgeladen en klaar om te doen wat het moet doen. Voordat je je blootgeeft aan het gevaar van de vogelverschrikkersheuvel, denk ik dat we eerst moeten testen of dit werkt. Test het maar hier maar, zodat we kunnen kijken of het werkt. Ik wil graag zien hoe sterk het licht is, zodat ik kan bepalen of het goed genoeg is. Om het fragment te activeren, klik je op de knop boven je minikaart. Hier. Oké. Okay. Activeer Aideen's licht. Oh my god. Oké. Wauw. Het was zo helder, heel krachtig ook, maar daardoor brandt het ook snel op. Ik ben bang dat het niet lang duurt, maar het zal zeker effectief zijn, dat beloof ik. En de bijwerkingen kunnen gevaarlijk zijn. Oké, Olympia, het is te hopen dat het licht je beschermt tegen de magie van de vogelverschrikkers die vastgeketend zijn aan het grensgebied tussen onze wereld en de onwerkelijke. Het slechte nieuws is dat het fragment maar een minuut actief zal zijn, denk ik. Dus je kunt het niet activeren tot je bij de poort van de vogelverschrikkersheuvel bent. Maar er is genoeg tijd om naar de top van de heuvel te klimmen en de appel te pakken, als er een is. Maar pas goed op, want als krachten zoals deze worden losgelaten, kunnen ze vreemde schaduwen maken. Geen rook zonder vuur, geen schaduw zonder licht. Hoe feller het licht, hoe scherper de schaduw. We kunnen maar beter van het beste uitgaan. Maar kijk goed uit, veel succes. Vergeet het fragment niet te activeren als je bij de poort van de vogelverschrikkersheuvel bent. Als je in het bezit bent van de appel, rijd dan zo snel mogelijk naar Alex, die op je wacht bij het noordelijke ijzeren hek.
Oké, activeer het fragment als je bij de poort van de vogelverschrikkersheuvel bent. De knop is onbruikbaar totdat je daar bent. Zoek een gouden appel op de top van de heuvel. Ja, oké.